Hi, ik ben Thomas Sink, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. Oekraïne is in de verdediging geschoten en is nergens eigenlijk meer echt aan het aanvallen. Het houdt zich nu bezig met verdedigen. En een verdediger wint geen grond. Dus dat is eventjes een nadeel. We zullen nu gaan zien, omdat Oekraïne zich alleen nog maar verdedigt, dat ze her en der stukjes grond moeten gaan prijsgeven. Het is niet anders. Is dat een verliezende strategie? Nee, ik denk om twee redenen niet. De eerste reden is, verdedigen is altijd goedkoper dan aanvallen. En laten we duidelijk zijn, Oekraïne heeft een probleem met de nieuwe aanvullingen van munitie en wapens. Amerika staat even stil, Europa heeft bijna niks meer. Van de week heeft Duitsland een nieuw hulpgoederenpakket bekendgemaakt. En er zaten dan 1750 artilleriegranaten in. Nou, ze zijn bijna met de hand geteld. Dat is één dag schieten in Oekraïne. Dus dat schiet dus totaal niet op. Maar het is wel duidelijk dat we hier in het Westen gewoon aan het schrapen zijn. Wat hebben we nog? Wat kunnen we nog geven? We hebben niet veel meer. Dus dat is echt een probleem voor Oekraïne. Waar ze naartoe moeten gaan werken. Want er moet meer munitie komen. En waar komt het dan vandaan? Nou, ze gaan zelf produceren, maar dat is pas in 2025. Dus ook andere landen zullen meer moeten produceren. Ik heb al eerder aangegeven in een video dat Amerika in een aantal landen, Polen en ik dacht ook in Spanje, dat daar wat productieverhoging zal komen, zodat de productie zal gaan naar zo'n 100.000 granaten per maand. Dat is in 2025-2026. Ja, dat zou voldoende moeten zijn. Maar hè, dan praten we over enkele jaren. Nou, dan weet je nu dus genoeg dat je zegt, ja, oké, Oekraïne, doe het eens wat rustiger aan. Hè, ga je meer op verdedigen toeleggen. Want dat kost minder munitie. Dus dat is één van de redenen. De tweede reden dat het belangrijk is om te doen, is dat de aanval voor Rusland is veel te duur. Russische soldaten zijn slecht opgeleid. Die reden is heel simpel, dat heb ik al vaker gezegd. Rusland is binnengevallen met haar beroepsleger. Maar haar beroepsleger, dat bestond dus met name uit mensen die daar al heel lang in zaten en die aangevuld zouden moeten worden met dienstplichtigen en mensen die opgeroepen zijn. Dat werd niet gedaan. Er waren wel dienstplichtigen bij, dat is standaard in het leger, dat was in ons leger ook altijd. Maar de Russen zijn dus aan gaan vallen met de kern van hun beroepsleger. En dat is verloren gegaan voor een flink deel. Dus wat ze daarna kregen zijn mensen die zijn eigenlijk opgeroepen in de oorlog en heel vaak al heel snel naar het front gebracht om gaatjes te vullen. Nou, en daar kan je wel mee verdedigen, daar zijn ze ook erg goed in gebleken, maar aanvallen is veel moeilijker. Daar zit tactiek bij, daar moet je samenwerken met andere eenheden. En laat duidelijk zijn, die kennis is dus voor een groot deel verdwenen bij de Russen. Die samenwerking tussen de eenheden is ontzettend moeilijk gebleken. En dat is ook lastig in een oorlog, want je kan die soldaten niet even terughalen om ze dan beter op te leiden. Nou, we hebben nu recent gezien, Rusland had een parachutistenbrigade opgeleid. Die werd direct in het gevecht gegooid. Ja, toen bleken ze toch nog niet heel erg goed opgeleid te zijn, want die zijn bijna allemaal al verloren gegaan, die mannen. Bijna allemaal of omgekomen of gewond. Er is van die brigade niks meer over. Dus ja, dat, op die manier is het wel heel verkwistend. En hoe verkwistend is dat? Nou, als we kijken naar november, dan rustige schattingen zijn dat Rusland in november 20.000 soldaten verloren heeft. De bovenkant van de schatting is meer dan 30.000 dood. Hè? En dus 20.000 tot 30.000 zijn er omgekomen. Maar vaak is het zo dat gewonden zijn 3 tot 4 keer zoveel. Nou, daar is in Rusland, gaan we even vanuit dat dat niet zo is, dat dat maar dubbel zoveel is. Want Russen laten hun gewonden grotendeels liggen. Het is ze meer waard om maar een nieuwe soldaat te laten komen dan dat ze zeggen van ja, we gaan die gewonden oplappen, want daar wordt toch geen soldaat meer, daar hebben we niks aan, laat hem dan maar omkomen. Dus het aantal gewonden is relatief laag bij Rusland. Maar dan praten we nog wel altijd over misschien wel 50.000, 60.000 mensen, misschien nog wel meer, in november alleen. Die dus uit het gevecht gehaald zijn omdat ze of dood of gewond zijn geraakt. Dat is niet vol te houden voor Rusland. Dus het is nu een hele slimme zet voor Oekraïne om dus die verdediging in te gaan en die Russen
die investering te laten doen in mensen. Want hou dat een paar maanden vol en Rusland heeft gewoon niet meer genoeg soldaten om dit vol te houden. Dan moeten ze wel naar een mobilisatie. En een mobilisatie houdt in nog meer onervaren soldaten. Dus je houdt die druk op Rusland. Het is dus nu pertinent niet van in het belang van Oekraïne om bijvoorbeeld een bestand te hebben of om te gaan praten. En dan stoppen met vechten terwijl er gepraat wordt. Dat is niet in het belang van Oekraïne, want dan kan Rusland haar soldaten wel opleiden in die periode. Dus je moet nu die druk op Rusland houden. En die gevechten moeten helaas, het is niet anders, maar die moeten dus voort blijven duren om Rusland onder druk te houden. Nou, waarom wil Rusland zo graag? Nou, er komen presidentsverkiezingen in maart. En Poetin heeft zich al kandidaat gesteld. En Poetin wil een succesje hebben. Dus die zal wel zeggen, blijf maar aanvallen. Het is zo dat Rusland een aantal delen van Oekraïne geannexeerd heeft, die ze nog niet veroverd heeft. Dus natuurlijk een enorme blamage dat je hebt gezegd, ja, we hebben dat geannexeerd, maar ja, Oekraïne zit er nog. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Dus in die zin moet Oekraïne nog echt flink blijven verdedigen om dat gezichtsverlies voor Poetin maximaal te laten zijn. En Poetin zal dus wel zeggen van ja, vooraan, want dit kunnen we niet hebben natuurlijk. Dus het is geen goede zaak. Poetin gaat pas mobiliseren na de verkiezingen. Dus dan moet je voor die verkiezingen het zo duur mogelijk maken voor Rusland. Nou ja, en dan is die verdediging en laat die Russen maar komen, is daar een goede zet. Ja, Oekraïne kan haast niet anders. Dus ja, dat is dan niet anders. Je ziet nu in het oosten al dat Rusland af en toe een veldje weet te veroveren. Onder Gerson zien we nu nog dat die Russen wel aanvallen, maar daar nog echt klop krijgen. Toevallig vanochtend dan een aantal video's gezien van een hele kolonne met tanks en gevechtsvoertuigen die dan stuk voor stuk kapotgeschoten worden. Dus ja, dat is dan toch weer Rusland die dan op zijn ouderwetse manier vol inzet op die aanval en dan zich stuk loopt op de verdediging van Oekraïne. Hey, prima, dat is de manier van Oekraïne zoals ze het moeten doen. En ja, dit moeten ze vooral volhouden. En die 1000 soldaten, Russische soldaten per dag, moet gewoon voor Oekraïne een streven blijven. Zo hoog moet dat verliescijfer van Rusland blijven. Wil je maximaal profiteren van ja, het feit dat je moet verdedigen. Het is allemaal niet anders. Maar het is allemaal wel een gruwelijk verhaal, die oorlog. Maar het is niet anders. Rusland is dat begonnen. En ja, nu heb je het maar af te maken totdat Rusland zegt ik stop ermee. Want alleen Rusland kan zeggen ik stop ermee. Oekraïne, ja, dan als Oekraïne dat zegt, dan is Oekraïne verloren. En let wel, dan krijgen we dus potentieel 40 miljoen Oekraïners die als vluchteling, hè, en er zal niet iedereen willen vertrekken op het moment dat Rusland zou winnen, maar je gaat over miljoenen vluchtelingen praten, hè, als Oekraïne zou verliezen. En dat willen we niet. Dus dan kan je maar beter Oekraïne zoveel mogelijk helpen, dat ze zo goed mogelijk hun land verdedigen en mogelijk Rusland zover krijgen dat Rusland zegt, ja, wij geven dit op. Uiteindelijk, die oorlog wordt uiteindelijk besloten in de Krim. Dus Oekraïne zal een keer in de aanval moeten om de Krim onder druk te zetten. En die brug, de Kersbrug, die moet eraan. En dat is ook een van die punten waar Oekraïne toch de wapens voor moet krijgen, dat die brug kapot kan. Aan de ene kant wil je een gouden brug voor je vijand hebben om te kunnen terugtrekken. En aan de andere kant is die brug toch de reden dat Rusland de Krim kan handhaven. En ja, eigenlijk moet die druk op Rusland gewoon extra toenemen. Dus economische druk, ook als die brug kapot gaat, wordt die economische druk op Rusland nog veel groter. Want die mensen die daar wonen moeten eten krijgen, dat moet daarheen gebracht worden. De wapens, de soldaten, moet allemaal heen. Dat moet dan via schepen, ongelooflijk veel duurder. Of via de lucht, dat is dan gevaarlijk en ook ongelooflijk lastig. Dus het moet economisch gezien ook voor Rusland nog veel zwaarder worden. En die brug is daar toch ja, een sleutelpunt.
punt in. Dus ook daar ligt nog een uitdaging voor Oekraïne. Die brug moet er echt aan. Ja, en verder, uiteindelijk moeten ze er wel naartoe, maar daar is nu gewoon geen capaciteit voor. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je het interessant? Geef een duimpje. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf je dan op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot volgende keer. Houdoe!